Goedemorgen, het is vandaag zondag 20 augustus en wij hadden om 7 uur de wake-up call. Dan maken ze ons wakker zodat we op tijd zijn of dat het de bus vertrekt. Dat we op tijd zijn dat de bus vertrekt, ik weet niet wat er goed is gefilmd, want hij viel ineens weg. Ik heb net ontbeten, ik ben nu even naar de kamer, want ik sta op slippers. Ik ga even mijn schoenen aandoen. En dan gaan we vandaag naar één tempel en een oude boom, geloof ik. De oudste boom met een betekenis, geloof ik. Oh, ik ben buiten adem van de trap. Dus ja, ik heb er wel zin in. Heel erg benieuwd. En vanmiddag hebben we een vrije middag. We zijn rond een uur of volgens mij zijn die half één uur weer terug op het hotel. En dan hebben we de hele middag vrij. En wij gaan denk ik met de tuk-tuk naar het stadscentrum. Dat is ongeveer 2,5 kilometer. Met de tuk-tuk. Ik vind het ding doodeng. Want ik vind het verkeer hier doodeng. Maar we gaan het gewoon doen. Ik ga nou mijn schoenen wisselen als ik mijn schoenen vind. Oh, gevonden. En dan gaan we op naar de tempel of de boom. Ik weet niet waar we als eerst naartoe gaan. Thank you.
hotelkamer. Ik ga even mijn eigen insmeren en zo. En dan gaan we met de tuk-tuk naar het stadscentrum. De Heilige Boom zijn we geweest. En ja, een of andere heilige tempel. Of ik weet niet eens, ik weet niet hoe het heet. Maar in ieder geval iets heiligs. Die Heilige Boom was bijzonder. Dat zoveel mensen, zeg maar, zoveel geven om een boom. Ik vond het bijzonder. Goed, ik ga nou even omkleden. En dan gaan we met de tuk-tuk naar het centrum. Geweest en ik heb dit fans doekje slash bandana gekocht. En nadat we naar het stadscentrum zijn geweest, gaan we nog even lekker gaan zwemmen. En ik ga nu lekker douchen. Ik ben hier echt super blij mee.